maar niks. het wisselt elke week, denk ik. In het begin van de repetitieperiode, denk ik, geef zelf de koorlessen op de Musical Factory onder andere. Dus in het begin ben ik behoorlijk aan zet om heel veel koormateriaal met de hele groep erin te stampen. Zijn we met de disciplines heel los van elkaar, dus is de spelrepetitie los van zang en van dans. En studeren we eigenlijk een soort van de basisbouwstenen in. En dat kan heel erg wisselen. Dat kan de ene week zijn dat er wel 3 uur koor is en nog maar een uurtje iets anders. En een andere week is er helemaal geen koor en pakt Geertje een blok van 2 uur om iets in te studeren. Of werkt ze samen met Veronique om een ensemblestuk te zetten en een combinatie te maken tussen spel en dans. En tegen het einde voegen we het steeds meer samen. Dat is ook een erg leuk moment. Want dan heb je allemaal zo... We stemmen natuurlijk af over wat we aan het doen zijn. Alleen, dat wil nog niet zeggen dat je het echt ziet. Want ik ben op dat moment mijn repetitie aan het doen en iedereen is... En het is best wel hectisch, zoals we zeiden, niet zo heel veel tijd. Dus je bent ook allemaal vrij hard aan het doorpezen. En dan op een gegeven moment komt het samen en denk ik... Oh, dus dat is er gemaakt. En dat is voor mij, omdat ik ook als muzikaal leider aan de voorstelling hang, ook een heel leuk moment. Omdat ik dan kan gaan nadenken, oké, we hebben die liedjes en dit en dat, maar hoe moet dat dan in elkaar gepuzzeld worden, dat het een mooie lijn gaat maken en dat het gaat kloppen allemaal. En ondertussen, onze leerlingen die studeren gewoon heel hard door en die doen het allemaal mee en die zijn daar heel gelukkig heel flexibel in dat het dus elke week er anders uitziet. Maar dat pakken zij volgens mij heel goed aan. Ja, en het komt ook. We zijn er ook zelf een beetje schuldig aan hoor, dat het maar 11 repetities zijn. Want ons jaar is opgebouwd uit eerst echt ze komen bij ons in oktober, starten we ongeveer. En dan hebben we eerst een periode tot aan kerst waar we echt techniek doen om ze goed op te leiden. Dus techniek en zang en spel en dans en solfège en koor, samenzang. En dan is de kerst voorbij en dan komen eigenlijk de audities. Dus in februari, maart, april zijn de audities voor de vervolgopleiding. En wij willen graag dat ze worden aangenomen. Dus we hebben dan een voorbereidend traject. En pas daarna kunnen wij starten met de voorstelling. Dus dat is echt, we hebben ons jaar in 3 opgedeeld. Maar het is altijd een race tegen de klok, maar dat lukt aan. En de repetities, zijn die dan iedere week? Of zijn die... Ja, we komen op iedere zaterdag, dat is onze standaard lesdag. Want de jongeren van de MAF komen uit heel Nederland, dus die gaan gewoon naar de middelbare school. Dus die komen op zaterdagochtend, starten we. De eerste les begint om 9:00 en de laatste les eindigt om 5:00. Dus ze hebben een volle lesdag als zij op zang en op spel en op dans vol ingezet worden. En dan wisselt het dus een beetje per repetitiedag als we de voorstelling maken. Soms is iemand al wel om 3:00 klaar, omdat daarna dan het gedeelte zang nog wordt gedaan waar ze niet voor aanwezig hoeven te zijn. Dus dan wisselt het een beetje. Maar dat zijn volle dagen, iedere zaterdag. Ja. En